Ik studeer nu ook al een behoorlijke tijd hier in Nederland. Economie en filosofie. Ik bewoon een zolderkamer in Oost en ik hou heel veel van deze stad. Ik hoop hier nog een paar jaar te kunnen blijven. Ik heb vorige week mijn afstudeerscriptie ingeleverd. En van de beoordeling daarvan hangt af of ik mag gaan promoveren of niet. Ik ben Aladdin. Hallo, lampionnen met Sint Maarten. Kerststalletje, kerstliedjes. Maria, Jezus aan het kruis. Maar ik krijg geen diepere ervaring dan de Koran en het Arabisch horen reciteren. Tranen kunnen dan weer over mijn wangen stromen. Als het goed gebeurt natuurlijk. Hè. Het heeft hetzelfde effect als sommige muziek van Bach. Onze profeet, onze grote profeet, Mohammed. Die zogenaamde influistering van Satan, die toont aan dat zelfs de grootste mens in diepste wezen geen scherp onderscheid kan maken tussen goed en kwaad. Het is 40 maal beter om te vergeven dan om je te wreken. Maar als het vergeven niet lukt, neem dan in godsnaam wraak. Mijn vader zocht intimiteit met God. Persoonlijk contact, een eigen particuliere God, maar God is niet persoonlijk. Net zo min als er in het geloof plaats is voor een vrije wil. En ik ben geen Salman Rushdie, mij kun je gewoon aantreffen op mijn Nederlandse woonadres. Ik verschijn gewoon op de eetafspraak waar je mij naartoe lokt. Ik ben vogelvrij. Nederland zal mij niet redden. Ook al heb ik hier dan geen hoofddoek om. Sommige mensen zijn zo... Het leek ineens alsof al die honderdduizenden pelgrims naakt waren, in plaats van allemaal gekleed in wit, 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 wit. Naakt als pasgeboren baby's. Of naakt als pasgestorven lijken. Ik kleefde aan mijn lijf en het zweet gutste uit mijn poriën en ik kon met niemand praten. Mens wordt dood aan de voeten van Allah gelegd. En Allah mag met me doen wat Allah wil. Want zo staat het. In Allahs ongeschreven boek der eeuwigheid.